Fini, en wat ontzettend leuk om hier te zijn. Ik ben al eerder bij de Inclusieborrel geweest, maar ik heb het nog nooit zo druk gezien. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben hoogleraar mensenrechten. En ik zeg dat omdat dat eigenlijk is waarom ik hier nu zit. Ik ben al sinds het begin enthousiast over het VN-verdrag, 2008, 2009. Omdat ik toen zag hoe belangrijk dat verdrag in Nederland zou kunnen zijn voor de rechten van mensen met een beperking. En ik ben er dus de hele tijd ook bij geweest, omdat toen het door de Kamer ging en ik heb op allerlei manieren geholpen, ook op allerlei manieren ook gezegd van hey, wat jullie aan het doen zijn nu met andere wetten, participatiewet, passend onderwijs, dat klopt eigenlijk niet met dat VN-verdrag. Maar goed, toen in 2016 Nederland eindelijk dat verdrag had geratificeerd, herinner ik me ook hoe bijvoorbeeld Jan Troost hier in Middelburg was, echt met tranen van blijdschap en hoe we zoiets hadden van nou, nu gaan we echt aan de slag. Ik heb veel zomercursussen gegeven over het onderwerp. Ik heb gezorgd dat de gemeente Middelburg dat verdrag ging toepassen. Maar eigenlijk, en dat weten jullie natuurlijk allemaal veel beter dan ik, is sinds het ratificeren van dat verdrag is het alleen maar achteruit gegaan met de rechten van mensen met een beperking. En ik vind dat zo erg. Ik vind het zo erg dat Nederland zoiets belooft, eindelijk na al die jaren, en dan helemaal de andere kant uitgaat. Dus daarom heb ik van mijn baan hier aan de universiteit, heb ik nu kandidaat gesteld voor de Partij van de Arbeid. Dus ik zal even ingaan op wat de PvdA op alle punten die jullie genoemd hebben zal doen. En volgens mij gaat het over drie onderwerpen. Het gaat over het recht op werk, het gaat over bestaanszekerheid en het gaat over dingen die misgaan in het systeem. Nou, eerst over het recht op werk. We gaan 100.000 banen erbij creëren, vaste banen, overheidsbanen. We gaan sociale ontwikkelingsbedrijven opzetten, doorstarten, waarbij het idee dus is dat mensen beschut kunnen werken, maar dan ook weer door naar de maatschappij en weer terug. Dat is heel belangrijk. Nog een aantal maatregelen over het recht op werk. Maar het idee is, je hebt recht op werk en ook recht op begeleiding. Daar werken niet mensen die thuis zitten. Het tweede gaat natuurlijk over van oké, wat krijg je dan voor dat werk? En wij willen een hoger sociaal minimum. We willen de bijstand omhoog. We willen de zorgpremie omlaag en sowieso het eigen risico afschaffen. En daardoor willen we af van die hele ingewikkelde toeslagenjungle. Dus dat is gewoon voor een hoger inkomen en voor bestaanszekerheid. Want het is niet te filmen dat er mensen in Nederland zijn die naar de voedselbank moeten. Als derde is er al die ingewikkeldheden waar jullie over praten. Die voorbeelden van Annemiek van de WLZ, wat speelt in de Waaijong, de manier waarop mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. En daar willen we, die willen we aanpakken. Dus bijvoorbeeld willen de Waaijong makkelijker maken, ook makkelijker toegankelijk. We willen die kostendelersnorm inderdaad afschaffen. En daarmee kom ik op het punt waarmee ik jullie eigenlijk beleefd en aardig wil vragen om op mij te stemmen. Ik sta op plaats nummer 20 van de PvdA. Dus nu met de peilingen zoals het is, kom ik er niet in. Ik moet echt voorkeurstemmen hebben, 20.000 voorkeurstemmen. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er ook een goede jurist die hier al zo lang mee bezig is, in de Kamer al die technische ingewikkeldheden kan aanpakken. Want ik denk dat het daar heel vaak misgaat. En dat is nou werk dat ik leuk vind om te doen. Dus vandaar de vraag. Want ik vind dat het hoog tijd is om het VN-verdrag echt waar te maken.